Ja, dat is het leuke van het maken van een dagelijks programma. Je mag elke dag nieuwe gasten uitnodigen. En soms laat je dan leiden door het blad, het ochtendblad. Dit is de Volkskrant van vanochtend. We zien hier een man bedolven onder de bijen. Dat is een stil uit een documentaire van 20 minuten. Die documentaire die heet Springtime. En Jeroen IJsinga laat zich hier door de bijen bezitten, zou je kunnen zeggen. Dit gaat een klassieker worden, zegt de Volkskrant. En ik citeer even de eerste alinea. Een klassieker. We vallen maar meteen met de deur in huis. Kunstenaar filmer Jeroen IJsinga heeft een werk gemaakt dat een klassieker in de video- en filmkunst gaat worden. 20 minuten duurt zijn Springtime. 20 minuten waarin je maar nauwelijks adem durft te halen. Zo bouwt de spanning zich op. Waarna, volgens de ijzeren wet van het scenario, verlossing volgt en je met slappe benen de zaal verlaat. Jeroen, dit las jij ook vanochtend. Ja, dat maakte me wel blij. Dat kan ik me voorstellen. Een dansje rond de tafel, stel ik me voor, of niet? Ik ben niet zo danserig, maar ik was wel zo van... Had je idee. Dat lijkt me ook. Even, ja. We zien op de achtergrond een deel van jouw film van 20 minuten. Het vervolg van de film is dat je steeds meer bedolven wordt onder de bijen. Wanneer dacht je bij jezelf, weet je wat, goed idee. Ik laat mezelf totaal bezitten door de bijen. Nou, het is heel raar dat ik heel vaak ideeën heb die... Eigenlijk besef ik niet echt wat er voor nodig is om ze te doen, totdat ik ervoor sta. En het leek me gewoon een heel mooi beeld. Vooral ook omdat de achtergrond helemaal bedekt zou worden met bijen. Want ik wilde het niet een soort... Niet alleen maar als een soort circus act. Het moest echt een idee zijn. Ja. En zo gaandeweg doordenkend kon ik eigenlijk al niet meer terug toen ik ervoor stond. Als kunstenaar kon je niet meer terug toen je het idee voor je had? Toen ik eenmaal in Ierland was om dat op te nemen. En ik had 16 mensen opgetrommeld. En ik zat daar met 20 bijenkasten om me heen. En ik had er ook geld voor gekregen. Toen was het wel heel moeilijk om te zeggen, nee, ik doe het niet meer. Nee, even voor de goede orde. In Nederland kon het niet. Dus je moest uitwijken naar Ierland. Er was hier geen imker die zin had in dit plan van jou. En in Ierland waren er, geloof ik, 6 die dachten, nou, als die man zo gek is, dan zullen we hem helpen. Ja, dat ze wilden ook graag bewijzen dat de Ierse native black bee, heet dat dan, dat die net zo mak te maken was als de Nederlandse bijen. En dat is niet helemaal gelukt. Want ik heb de wel... native black bee? Dat is een bijensoort die in Ierland eigenlijk gebruikt wordt. En die is iets groter en die steekt normaal gesproken ook iets sneller. Maar zij hadden dat allemaal zo doorgekweekt dat er helemaal veilig zou zijn. En hoe vaak ben je gestoken? Uiteindelijk ongeveer 30 keer. Dus je moest meteen naar het ziekenhuis? Ja. Toch? Ja. Want dat is gevaarlijk. Ja. Oh. Was het zo levensgevaarlijk dat er mensen zijn die zeggen, die man is knettergek? Ja, de dokter in het ziekenhuis die zei dat ik eigenlijk een psychiater nodig had en geen dokter. Ja. Heeft hij gelijk? Wat denk je zelf, Matthijs? Nou, ik weet het ook niet. Ik zeg je heel eerlijk, ik weet het ook niet. Nou, ik ben geen kunstcriticus. Ik laat me leiden door de smaak van deze... En ik neem aan dat hij of zij gelijk heeft. Dit gaat een klassieker worden. Maar ik dacht wel, dit is wel een bizar idee. Nou, ik had niet het idee dat ik zoveel gestoken zou worden. Maar uiteindelijk was het ook niet heel erg ongemakkelijk. Want ik voelde er niks van, gek genoeg. Maar je werd nu, terwijl je gewoon je gezicht gewoon hebt, voortdurend gestoken? Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat dat ergens... Nee, ik voelde eigenlijk helemaal niks. Het was zo'n serene rust, voelde ik. Dat ik gewoon eigenlijk alleen maar mijn hartslag een beetje sneller voelde gaan. Nou zijn er mensen thuis, daar leef je al langer mee met dat idee, die denken, deze man, wat is dit in hemelsnaam? Je hebt de Prix de Rome gewonnen, je exposeert over de hele wereld. Je bent een grote naam, hè? Wil ik toch even gezegd hebben. Wij hebben toch even gebeld met de Bijenbond. En er is een man die dan is de koning van de Bijenbond, zou ik maar zeggen. Dat is de heer Hogendoorn. Dit was zijn reactie toen we vroegen wat hij van dit project vond. Hij had ervan gehoord. Meneer, ik zeg u eerlijk, ik heb maar één woord voor dit soort mensen. Gekken. Echt, u kunt dit soort mensen beter bij mij uit de buurt houden. Het is niet de eerste en het zal ook zeker niet de laatste zijn. Maar op mijn steun kan hij niet rekenen. En dat zal elke Nederlandse imker met me eens zijn. En hij zei ook erbij, voor die volk, dat volk bijen, 150.000 bijen ongeveer. Ja. Daarvan gaan er een heleboel nu dood naar deze actie van jou. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Die kans die zou bestaan hebben, maar in dit geval was het helemaal niet zo. Want ze hebben ze gewoon netjes op doekjes geschud en weer in bijenkasten ondergebracht. Nee. Dus, had jij je ingesmeerd met honing? Nee, de bijen die als ze uitvliegen, dan gaan ze achter een koningin aan. Dus ze hadden een soort hormoon van die koningin dat als ze op mij gesprenkeld.
Dus die bijen dachten dus allemaal dat ik een koninginnenbij was. Dus die werden daar gewoon helemaal blij van, zal ik maar zeggen. Maar het is natuurlijk, het is een kunstwerk. Niet alleen omdat je dat laat bezitten door de bijen, maar ook omdat je het natuurlijk, laten we eerlijk zijn, schitterend filmt. Dit is 32 mm. Dit is 35 mm. Ja. Ja, dit, het is ook... Het is zo. Ja, we nemen soms een klein sprongetje in de documentaire. Het gaat er ook om hoe je iets op doet. Op je hoofd natuurlijk. Nu, zeg. Zie je dat? Ja. Op je hoofd. Oh. Nou, het kan nog... Het leidt enorm af. Ja, nou ja, ik heb nee, ook... Nee, maar het gaat er ook om hoe je het in beeld brengt, natuurlijk. Het gaat niet alleen om, om iets stoers te doen. Hoewel dat wel leuk is, maar het gaat er ook om dat je... Ik wil het speciaal zo plat mogelijk, zo claustrofobisch mogelijk. Het gaat om gewoon ook om dingen... Ja, het is een romantisch kunstwerk, dus het gaat ook om dood en verderf en gewoon al duistere kanten. Maar dan op zo'n mooie manier in beeld gebracht, dat je daar vrede mee kunt hebben. Dus eigenlijk gaat het over het sublieme. Oké, okay, dan ga ik even naar een ander werk van jou, want je hebt al een paar keer van je doen spreken. Titel is Arm Schaap. Het is uit 1997. Het werd in 2007 opnieuw ergens vertoond in een museum. En toen is de Partij van de Dieren in de bres gesprongen. Die hebben kamervragen gesteld of dit wenselijk was. Jij doet het volgende. Jij legt een schaap op zijn rug. En als een schaap op zijn rug ligt, heeft hij nog maar een uur te leven. Ik wist dat ook niet. Dat is wijsheid die ik vanmiddag heb opgedaan. Dan verwentelt het schaap, zoals dat heet. Dan kan hij geen kant meer op. En als je, als je te lang wacht, is hij dood. Zo simpel is het. Jij hebt het schaap op zijn rug gelegd. We zien het liggen. We horen het. In doodsnood weten we nu zuchten en steunen. Je hebt hem op tijd weer op zijn pootjes gezet, zeg ik erbij. Dus geen moorddadig. Ja. Ja, tuurlijk. Maar toch zien we iets. Ja, daar wordt wisselend over gedacht. Laten we maar even kijken. Oh. Nou ja, dit gaat een tijdje zo door. Dit vonden mensen weerzinwekkend. Ja. Ik kan wel begrijpen dat mensen dat weerzinwekkend vinden, maar het is eigenlijk een beeld wat gaat over compassie, maar ook over voyeurisme. En ik denk dat heel veel mensen hun eigen emoties die het opwekt verkeerd evalueren, omdat eigenlijk je wordt gedwongen in de rol van een voyeur. En als toeschouwer wil je dat beest natuurlijk meteen helpen en overeind zetten, maar dat kan niet omdat het een film is. En sommige mensen, zoals Marianne Thieme bij BV, maken dan de fout dat ze het gewoon heel letterlijk nemen en denken, ik voel me, ik ben boos. En er is een arm dier wat 5 minuten op zijn rug gelegen heeft. En, maar was het 5 minuten? Ja, de film duurt 5 minuten, dus ik heb hem daarna weer netjes overeind geholpen. Maar ik vind het eigenlijk al absurd dat ik me op die manier moet verantwoorden. Mm-hmm. Want ik bedoel, zelfs al zou dat beest dood gegaan zijn, als dat tot een goed kunstwerk bijdraagt, dan vind ik dat wel de moeite waard. Het woord is aan Yvonne Jaspers. Namens alle boeren in Nederland. Ik haal de boeren erbij. Ja, dat is natuurlijk onzin. Dat is natuurlijk onzin. Er is natuurlijk geen enkel dier welk kunstwerk dan ook waard. Nee, andersom. Geen enkel kunstwerk welk dier dan ook waard. Ja, maar Yvonne. Om wat? Ik ben zelf ook opgegroeid in een klein dorp. En als ik naar school fietste, dan lagen er overal aan de kanten van de boerderijen lagen de dode beesten opgetast. En dat is ook iets wat gewoon in... Daarom vind ik het ook gewoon in ons door Vinex-wijk voorgebouwde Nederland, waarin alles netjes en schoon is, vind dieren ik dit soort dood, beelden juist heel belangrijk. Maar niet voor de kunst, toch? Nou, soms wel. Bij jou wel? Maar in dit geval niet. Femke Halsema, heb jij hier een mening over? Oh, je schrikt je hoedje. Ik zit die bijen nog te verwerken. Nou ja, kijk, ik bedoel, we eten beesten. Ze worden geslacht. Dus ik snap de verontwaardiging dan niet helemaal als ze ook voor een kunstwerk worden gebruikt. Mm. Dan ja, denk ik, ja, laten we dan, hè, bedoel, ik weet niet of jij vegetariër bent, maar dan ook nooit meer een beest eten. Nee, oké. Okay. Nou goed, we hebben de discussie aangezwengeld. Het is geestelijk voedsel. Dat heb je ook nodig. Ik dank je wel.